Hallo, ik ben Zeno Debast, 19 jaar en speler van RSC Anderlecht. Ja, nee, inderdaad, mijn arm staat volledig vol. Maar ze hebben wel allemaal een hechte betekenis voor mij. Dus het is vooral familie gerelateerd en ja, ze zijn wel allemaal belangrijk voor mij. Maar ik denk toch wel dat het belangrijkste familie blijft. Dus je hebt familie en de rest is gewoon voetbal. Het is uw werk, het is alles tegelijk eigenlijk. Ja, het is inderdaad heel snel gegaan allemaal. Op een korte periode wel tamelijk veel bereikt, maar ik ben er totaal nog niet. Het is gewoon blijven werken en dan zien we wel. Ja, ik heb veel op de aanvallende positie gespeeld, meer op de 10. Tot eigenlijk 4, 5 jaar geleden pakt. En dan ben ik naar achter geschoven geweest. Ik denk wel door mijn lengte en zo, maar ja, dat klopt inderdaad. Hoe belangrijk is DZK voor u? Ik denk voor mij persoonlijk dat het belangrijk is om toernooiervaring op te doen. En ik denk op teamniveau dat we een goede ploeg hebben, een goede lichting en ja, dat we de wereld gaan tonen wat België kan. Ja, ik denk dat er een mix is van verschillende persoonlijkheden. Ik denk dat we een paar clowns hebben, een paar serieuzere gasten, een paar mensen die ook wel heel veel ervaring hebben. Dus ja, ik denk dat het een goede mix is, maar ik denk toch vooral de sfeer. Hoe zou je Zeno Debast in 1 woord kunnen omschrijven? Dat is een moeilijke vraag, hè? Blij. Waarom? Ik denk dat ik altijd het leuke, het positieve uit iets haal. Ik denk dat ik altijd een blij persoon ben die overal probeert de sfeer bij te brengen. En die gewoon ook de minder leuke dingen met een smile probeert te doen. Ja. Mode en muziek vind ik wel belangrijk. Maar nu sinds de vakantie ben ik eigenlijk ook beginnen padellen. En ja, vind ik ook wel leuk in mijn vrije tijd te doen met vrienden en zo. Dus een potje kaarten kan er wel bij. Ja. Koeien, dat is een spelletje die we op Anderlecht vaak spelen. Maar ja, ik weet niet of de mensen dat gaan kennen. Wie is de beste kaartje? Ik.